Aangekomen bij de boerderij wordt de melk dus afgevoerd en in de schuur wordt het dus gesijfd door een linnen doek. En via een leiding kwam het in een sterilisatiemachine terecht. Daarna werd de vulmachine ingeschakeld en werden de flessen automatisch gevuld. Zoals alles gebeurde, werd in die tijd met de hand ook de doppen op de flessen gezet. Amsterdam rond 1932. Weinig verkeer, geen files en iedereen ging nog op de fiets naar zijn werk. Alleen de post ging nog per auto en ook de wagen met boter en melk uit Landsmeer. Alleen tramlijn 16 reed toen ook al op volle toeren. En wat nu ondenkbaar is, de melkwagen kon ongehinderd over alle grachten en de producten bij de mensen aan de deur afleveren. Niet alleen per auto, ook per bakfiets ging men de gehele stad door met het uitvinden van de melkproducten uit Landsmeer. En als misschien in de toekomst de pakken melk weer worden vervangen door flessen, ziet het er weer zo net zo uit als bijna 60 jaar terug.